Hoi, amai. Het is vandaag 2 december en het is 2 december vandaag. Het is een zaterdag en het is nu net 10 uur. En ik zit aan mijn bureau, want ik ga beginnen met leren voor de examens. Ik moet toegeven, dat is echt precies een record voor mij om op dit uur al te zitten aan mijn bureau. En het is nog niet eens echt examens. Ik begin pas volgende week donderdag. Maar ja, ik moet het van mezelf, want anders krijg ik het denk ik niet aan. Ik moet best nog wel veel doen op voorhand. En dat ga ik nu even vertellen. Ik moet nog heel mijn SW samenvatten. Ik moet ook nog voor aardrijkskunde samenvatten. Nee, heel mijn SW niet. Ik moet nog een deel van SW samenvatten, maar dat is nog best wel veel. Ik moet nog aardrijkskunde samenvatten. Ik moet ook nog aan mijn GP werken dit weekend. GP is mijn eindwerk. Ik moet voor geschiedenis nog iets uitdrukken. Ik heb voor NW moet ik nog een klein stukje samenvatten. Maar dat is nog niet af. Dat moeten we in de klas nog afmaken. De 5 uur die nu nog komen op die 3 dagen. Want ja, ik heb op de eerste 3 dagen van de week altijd 5 uur NW. En voor de rest, moet ik zo nog wat productjes hier en daar doen. Maar het echt op voorhand leren, daar wil ik met maandag mee beginnen. Met SWL, want ik heb daar donderdag examen van. En dat is echt veel en ja, bla bla bla. Mijn stem is ook een beetje brak, want ik ben een beetje ziek. Ik moet een beetje hoesten, ik heb een beetje snotvalling, zo'n beetje. Maar ja, dat zal wel gaan. Wat ik nu eerst ga... Allee, ik heb dat al gedaan. Ik heb hier mijn bureau leeggemaakt en alleen wat ik nodig heb om te leren ligt hierop. Dat ga ik nu voortaan altijd zo doen. Dat deed ik afgelopen jaren ook. En dat vind ik veel makkelijker om te leren. Dan veel meer ruimte en veel overzichtelijker. Ik ga eerst mijn meisjeplanner invullen. Of ja, gewoon mijn planner eigenlijk. Mijn haar is echt... Oh my god. En ik ga dus mijn meisjeplanner invullen. En wat ik allemaal nog moet doen. Ik ga ook in bij de notities... Oké, dit is niet de juiste week. Dit is de juiste week. Ik ga ook bij mijn notities zetten wat ik allemaal moet doen. Zodat ik dat gewoon eens kan doen als ik tijd heb. En ik ga dat dan in de volgende week ook overnemen al. Maar ik ga dat nu gewoon doen, hè. Want ik ben al veel te lang aan het praten. En ik moet eigenlijk heel dringend beginnen. Oké, mijn haar is een beetje... Ja, trekt ook niet veel. Maar we zijn nu 12 uur. En ik heb net al heel mijn emotie heel motivatie samengevat. Het is helemaal af nu. Voor jullie klinkt dat een beetje raar, want jullie weten niet echt wat dat inhoudt. Maar dat heb ik dus gedaan. En nu moet ik nog heel emotie samenvatten. En emotie, dat is bijna 30 pagina's. Maar 1 pagina, dat is anders met heel veel teksten al. Dus dat is best nogal veel dat ik moet doen. Maar ik wil echt vandaag nog afkrijgen hoe lang ik er ook aan ga bezig zijn. Al is dat tot 11 uur deze avond. Dat gaat niet zo zijn, maar het gaat toch nog wel veel zijn. Dus dat wil ik echt af hebben. En ik ga nu nog een stuk doen. Een uurtje ongeveer ga ik nog samenvatten. En dan binnen het uur ga ik kijken van heb ik bijna een hoofdstukje afgerond binnen emotie of niet. En als dan ga ik dat afmaken en dan ga ik daarna eten. Dus dat ga ik nu doen. En ik heb ook net mij even bezig gehouden tijdens mijn pauze. Ik heb trouwens ook al een pauze gehad. Bezig gehouden met de vlogmas. Die komt om 4 uur online vandaag. Ik moet alleen subiet nog even de thumbnail maken. Maar dat duurt niet lang. Dus dat ga ik dan doen terwijl ik eet ofzo. Ja, ik zie nog wel. Maar nu ga ik beginnen met emotie. Mijn eerste vlogmas is net online gekomen. Net een half uurtje geleden ongeveer. En hij heeft toch al wel heel wat weergave. Ik ga hem even erbij pakken. De
kijken. En ik heb de afgelopen dagen, sinds ik eigenlijk zo had aangekondigd dat ik terug vlogmas ging doen, kreeg de vraag wanneer er terug een vlog ging online komen en al. Maar ja, hij heeft al 34 minuten al 101 weergaven. Dus dat is wel goed of zo, denk ik. Ik hoop dat jullie deze vlog eigenlijk niet saai vinden. Want ja, nu zit ik heel dag te leren. En morgen ga ik weer heel de dag leren. En maandag ga ik naar school en de hele avond leren. En altijd leren, leren, leren. Maar ik kreeg ook eens een comment dat ze dat motiverend vonden om dat te zien. Maar ja, ik ga een beetje... ja, proberen toch een beetje afwisseling te doen. Maar dit weekend gaat vooral echt heel veel leren zijn. En samenvatten en computer, op de computer werken voor school en al. Maar goed, ik ga nu, ik moet nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nog 8 pagina's doen van emotie. En dan ben ik met SW helemaal klaar, heb ik dat helemaal samenvat. Eindelijk, want het is iets dat echt al een heel lange tijd in beslag neemt. Niet alleen vandaag, ook al in de afgelopen week en zo. Dus ik wil dat nu in één trek afmaken, zodat dat echt helemaal klaar is voor vandaag. En dan kan ik voor de rest nog iets doen. Oh, oké. Het viel. Ik ga even mijn to-do-lijstje laten zien nog. Dus, wat moet ik vandaag nog doen? Ik moet dus emotie nog afmaken. Dat wil ik dus in één trek nu nog doen. Dan moet ik nog een psychologische stroming, ja, zesde psychologische stroming zo gezegd. Dat staat nog niet bij op mijn samenvatting. En dan nog iets op de computer doen. En dan moet ik voor GP ook nog mijn logboek aanvullen, SW vragen maken en aan Fleur, dat is mijn groepsgenoot, iets vragen. En hier in dit lange vakje heb ik nu geschreven wat ik in totaal allemaal nog moet doen. Dus SW samenvatten, dat is vandaag normaal af. 39 maken en psychologisch 6 maken is ook af. Printen is ook klaar. Dus dat kan ik ook al doorstrepen. En dit is iets voor dit weekend nog, die twee. En die inhoudstafel is bijvoorbeeld iets voor deze avond of zo. Of kan ik morgen in de avond nog doen. Of maandagavond nog of zo. Dat is gewoon iets dat je in de avond kunt doen. Dus dat wil ik eigenlijk nog doen. Ik weet alleen niet zo goed hoe lang dat samenvatten nog in beslag gaat nemen. Ik hoop niet te lang. Maar dat was een weerkaatsing op mijn gezicht. Ik hoop niet te lang. Dus ik ga nu stop met praten en er gewoon aan beginnen. Oké. Mijn samenvatting is eindelijk helemaal klaar. Emotie is echt helemaal af nu. Dus ik kan er eigenlijk een dikke vette streep door zetten. Waar is mijn latje? Oh, yes. Het heeft lang geduurd. Het is 5:40 nu en ik ben al aan 10:00 deze ochtend bezig. Met wel even een paar keer pauze. Maar nu is het wel echt genoeg geweest. En ik ga nu heel even mijn flesje water bijvullen. En dan ga ik nog... ik heb het daar heel erg aan gezet. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hier staat het, denk ik. Ik ga de zesde psychologische stroming nog even opschrijven. Maar dat duurt niet meer lang. En ik moest, daar juist hebben jullie dat kunnen zien, hè, pagina 39 nog samenvatten. Maar dat ga ik niet meer doen vandaag. Dat ga ik niet meer doen. Dat is te veel. Ik ga dat morgen doen. Dus ik ga daar nu al een kruis op strip zetten. Ik vind dat ik heel trots mag zijn op mezelf wat ik vandaag gedaan heb. Want het had echt nog veel langer kunnen duren. En ja, het was eigenlijk echt nog veel wat ik gedaan heb vandaag. Dus ik ga er nu mee stoppen. En ik ga nu SW afronden, want ik ben eigenlijk nog niet klaar voor vandaag. Dan ga ik nog even, nu ga ik nog even de psychologische stroming doen. En dan ga ik nog daarna even aan mijn GP werken, maar dan stop ik er echt mee voor vandaag. We hebben trouwens ook nog niet avond gegeten, dus ik wil nu die psychologische stroming ervoor nog doen. En dan eten en al, en dan nog GP. En dan vind ik dat ik van mezelf, daar komt de tractor. Dan vind ik dat ik heel erg trots mag zijn op mezelf, wat ik vandaag gedaan heb, want het was echt veel. Harry? Ja? Wat gaan we doen? Een liedje zingen. Voor? De Sint. Want? Omdat die deze nacht misschien komt. Maar misschien komt die goed. Heb jij dat hier helemaal klaargezet? Maar je ook chic mens. Wauw. Jezus, dat goed dat die wordt... High five.
Guys, het is 8 uur. En zoals je misschien kan zien, of ook niet, heb ik even mascara opgedaan. Want ik ga zelfs onverwacht nog iets drinken met twee vrienden. Hi, mijn Marie en mijn Jo. En ja, dat was mijn mededeling. Nee, ik ga nu even nog al een stukje van de vlog bewerken. Zodat er al een stuk van gedaan is. En dan 9:15 word ik opgepikt. Wel redelijk laat, maar ja. Gewoon 9:15 word ik opgepikt. En dan gaan we nog iets drinken. En we hebben ook net onze schoen gezet. Want Sinterklaas komt hier morgen al. Hij komt hier morgen al. Voor mijn kleine broda natuurlijk ook nog. En ja, dat wordt hier nog altijd gedaan. Maar dus ik ga nu vlogmas bewerken. Want anders krijg ik dat morgen niet gedaan. Oh ja, ik wil trouwens bij deze ook de vlog afsluiten al. Zodat ik die ineens kan bewerken. Ik denk dat ik wel genoeg vlog heb vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ook al was het eigenlijk heel erg leren en boeken en school en blah. Maar ik hoop dat jullie het dus een beetje een leuke vlog vonden. Doe deze video zeker een duimpje omhoog als je dat zo vond. En vergeet ook zeker niet even te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik jullie morgen weer om 4 uur. Doei!